En dan nu, broer en zus Kerr. Ze staan 8e in het klassement. Verleden jaar ook 8 bij de Europese kampioenschappen. Niet helemaal synchroon, die twizzels. Een moeilijke lift. En John Kerr voor Groot-Brittannië, die een moeilijke dans hadden. Technisch zaten zo 2 problemen in, met name voor hem. Ze hebben trouwens een zeer gerenommeerd choreograaf gevonden, en wel in de persoon van Christopher Dean. Natuurlijk Chris Dean en Jane Turvel, de Olympisch kampioenen van 1984 in Sarajevo. En u ziet er heel wat Britten afgereisd naar Lyon. En het is maar een klein Brits team. Ze hebben zelfs geen dame bij de wedstrijd dit jaar. Dat is ongelooflijk. Het is lang geleden dat ze geen dame uitzonden. De laatste jaren altijd vertegenwoordigd met Jenna McCorkle. Maar die heeft het dit jaar bij laten zitten, omdat ze zich niet plaatste voor de Olympische Spelen. Maar ze moest het zelfs winnen, het toernooi. Toen is ze zo onder druk gezet dat ze heel, heel slecht reed en ze niet meegedaan heeft bij de Britse kampioenschappen. Eeuwig zonde natuurlijk. Ik zie je een prayer just before skating on the warm-up. Do you often do that? Ja, ik doe this all the time. Even regular competition or even home morning or afternoon. I always pray God, like, for everything, be nice, give me power, and that's it. Do you think you need God's help to win this competition? Of course. Each competition, even Olympic, it's special competition, and it's
sometimes when God kisses you. You never know what's gonna happen here, and God, I hope, will help us. Thank you very much. Nou, u hoort het was een religieuze tussenstukje hier met Nafka en Kostomarov, die dus met name Tatjana dus altijd bidt en de hulp van God nodig heeft, met name ook om die Olympische titel binnen te halen. En u ziet hier de punten voor Kerr en Kerr. Goede punten, dik in de zessen voor de components. En 51 punten krijgen ze voor deze dans. En daarmee gaan zij naar de zevende plaats. 82,86. Ce qui les place en